Dag Jeroen, van harte gefeliciteerd met de publicatie van je schitterende bundel Nachtlus. Je weet al lang wat ik ervan vind. Dat heb ik je namelijk al uitgebreid gemaild. Maar hier voor de kijkers thuis, het is een knappe, dappere, vooral ook mooie bundel. Anti-Calvinistisch, af en toe on-Hollands zwaar. En ik zeg af en toe, hè, hij is ook heel vaak juist licht, je bundel. Maar goddank ook vaak zwaar, intelligent en zwaar. Zoals je zelf ook schreef in een mail, leven doorwrochten het niet vrijblijvende. Het is je gelukt, je hebt een doorwrochte, niet vrijblijvende bundel geschreven. Die bovendien vol staat met mooie vondsten. En ze denken, ik ben dagtaak aan de dag, een lijf als een touw met knopen. Een weefgetouw met stalen kabels. Deze tanden zouden tandvlees eten. En natuurlijk de regels die Gerrit Komrij waarschijnlijk fantastisch zou hebben gevonden. Ik zit al wisselend op rozen en porselein. Gevolgd door angst is een slechte reetkever. Goed, ja, Jeroen, je weet dat ik je een van de begaafdste stilisten van de Nederlandse taal vind. In de Nederlandse taal. En ik ben erg blij dat nu meer mensen met je kunst de kennis mogen maken. Van harte gefeliciteerd.